Nou, dan ga ik gelijk naar Dionne Rietveld, directeur van Uniper. En Uniper is eigenaar van een van de drie kolencentrales in Nederland. Geschrokken? Verrast. Verrast. Verrast door het moment en door de snelheid. Want er is niet even... er is geen contact met jullie daarover geweest. Nou, wij hebben eigenlijk al maandenlang gewaarschuwd of richting het ministerie aangegeven. Laten wij met elkaar in gesprek gaan. Laten we verschillende scenario's voorbereiden. Jullie zagen dit al aankomen? Nou, in ieder geval is dit een scenario waar je op had moeten en kunnen anticiperen in mijn beleving. Als we dan één keer een kort gesprekje hebben waarin eigenlijk gevraagd wordt wat is er technisch mogelijk als je eventueel naar 100% moet... En dan kort voor de persconferentie gebeld wordt... Met de mededeling wat de inhoud van de persconferentie gaat zijn... dan vind ik dat niet het overleg waarmee je met de sector in gesprek gaat en voorbereidt. Ja. En dat is ook de reden waarom we dit punt zo belangrijk vinden om te maken. Omdat we er vandaag nu ook nog niet zijn. Ik denk dat het belangrijk is om verschillende scenario's voor te bereiden. Want wanneer werd u gebeld? Voor de persconferentie kort daarvoor, ongeveer een kwartiertje daarvoor. Kwartiertje voor de persconferentie kreeg u een belletje van jullie mogen weer. Ja, wat de inhoud van of wat de strekking van de persconferentie zou zijn. En nogmaals, dat is op zichzelf hebben we best begrip voor dat we in een crisissituatie zitten. En we hebben er best begrip voor dat dingen, dat zaken zich snel ontwikkelen en dat er keuzes gemaakt moeten worden. Ik denk ook dat wij de eerste zijn die toejuichen dat er keuzes worden gemaakt. Maar nogmaals, graag samen. Ja, want...